Yo kijkers van This Happens Games, dan zijn we er weer met een review en dit keer van een draadloze muis van Logitech. Ja, draadloos kan makkelijk zijn als jij altijd last hebt van die kabels, dat die op de grond fleurt. Kan gebeuren. Ik heb er best wel vaak last van dat dingen op de grond vallen. Nou, dat heb je toch iets minder denk ik bij deze draadloze muizen. En dit is dus de G602 van Logitech. En hij is best uitgebreid voor een draadloze muis. Dat zou je misschien denken bij een draadloze muis. Van, ja, dat zijn eigenlijk altijd van die standaard muisjes die niet zo heel bijzonder zijn. Maar dit is het nieuwste product van Logitech. En ik moet zeggen, wow, deze heeft echt veel opties. Ik heb natuurlijk de G400 en 500 gereviewd. En deze heeft sowieso al meer knoppen die je kunt instellen. Deze heeft er namelijk 11. Aan de zijkant waar je dus je duimen op doet, heb je precies hier 6 knoppen die je kunt instellen. Dus bijvoorbeeld als je dus in de game zit en je wilt bukken, je wilt dit doen, je wilt dat doen. Noem maar op, je kunt bijvoorbeeld spells daarop instellen. Kan heel makkelijk aan deze kant. Ik vind deze knopjes persoonlijk veel makkelijker dan die op de G500. Deze zijn wat groter. Nou, dat is natuurlijk een persoonlijk dingetje. Maar dus deze zitten dus 6 hier. Nou ja, je hebt er hier nog 2. Dat is aan de linker knop. En daarmee kun je in principe dus instellen wat de gevoeligheid is van een muis. En dat zit eigenlijk best wel veel opties op. Je kunt hem heel zweverig maken, maar je kunt ook gewoon instellen dat hij sloom op je reageert. En voor een draadloze muis reageert hij echt heel goed op elke minieme beweging die jij al maakt met je hand. En dat vind ik echt best wel knap aan. Nou ja, je hebt natuurlijk bij draadloze muizen zo'n dingetje die je inplugt in je pc. Daarmee maakt hij dus verbinding. En dat doet hij heel erg goed. Ik heb best wel vaak muizen gebruikt die draadloos zijn. Ik heb ze alleen niet lang gebruikt. En dat kwam namelijk omdat ze heel vaak uitvielen terwijl ik aan het gamen waren. Dat ze ineens geen verbinding meer hadden. Maar bij deze heb je daar dus veel minder last van. Door het systeem wat hierin zit. Maakt gewoon heel goed verbinding met elkaar. En je kunt ook dus heel makkelijk met deze knopjes aanpassen hoe traag, hoe snel die gaat. En hier krijg je ook meteen met die LED-lichtjes dat te zien in beeld. Nou, hier zit ook een knopje waarmee je ook heel makkelijk die switch kunt maken. Dat heeft ook te maken met de batterijduur van de muis. Kijk, als je bijvoorbeeld in deze instelling neemt, dan zou die minder verbruik moeten doen. Want deze kan tot 6 keer meer dan normale draadloze muizen. Deze kan tot 250 uur kan deze mee met 2 AA batterijtjes. Dat zijn dus gewoon die hele simpele batterijen. En ja, dus kun je gewoon heel makkelijk mee meegaan. Hoef je niet heel vaak te veranderen. En alsnog doet hij het gewoon heel goed dan als je er bijna aan het limiet zit. Wat trouwens leuk is om te vermelden is dat Revee deze een tijdje heeft gebruikt. Dit is van Rockat en die was eigenlijk van binnen 3 maanden. Had hij niet meer heel nauwkeurig. Dat hij niet heel nauwkeurig meer kon klikken. Nou, wat Logitech garandeert is dat deze muis tot ongeveer 20 miljoen kliks kan doen. En dat hij dan nog steeds dat hij dat ongeveer haalt. 20 miljoen is dus heel veel. En dat is eigenlijk gewoon een hele lange levensduur. Plus dus inderdaad die batterij die ongeveer 250 uur mee zou kunnen gaan als jij gaat gamen. Is gewoon een toffe garantie. En dat je gewoon lang mee kunt doen met deze draadloze muis. Het is een dingetje denk ik wel met draadloos en niet draad wat echt een persoonlijk dingetje is. Dat je zou het echt gewoon zelf even moeten uittesten wat je persoonlijk het fijnst vindt. Sommige mensen die zweren echt gewoon op een muizen met een draad. Sommige mensen vinden draadloos weer heel makkelijk. Dus als je bijvoorbeeld last hebt van die kabel die altijd dat je hem altijd neerpleurt of dat hij in de knoop raakt of zo, noem maar op. Kan allemaal, maar dat is dus even een persoonlijk dingetje. 11 knoppen dus, allemaal instelbaar. Hier aan de zijkant dus voor in-game bijvoorbeeld gebruik. Hier 2 om jouw DPI in te stellen. De gevoeligheid van je muis. En hier heb je natuurlijk nog een knopje waarmee je de muis helemaal uitschakelt. Verder niet heel bijzonder. En van deze gladde pads hieronder. Dat is wel leuk om te vermelden dat gewoon heel snel gaat. Wat ze dus met deze muis wel heel belangrijk vinden. En dat is ook heel belangrijk dat jij bij elke beweging dat hij dat gewoon heel soepel registreert. En daar helpen deze gladde pads. 4 pads hebben ze hier ook echt wel mee bij. Want dan gaat hij gewoon heel soepel. Dus het is niet stroef. En dat is wel heel erg belangrijk bij een muis. Dit is dus de G602. Deze is rond de 80 euro. En is het ook wel een prettige muis als jij een draadloze muis wilt. Ik persoonlijk vind het
prettiger, iets prettiger dan die muizen, bijvoorbeeld de G400. Dus het is echt een goede muis als jij wilt gamen. Probeer het even uit, zou ik zeggen. Mensen, bedankt voor het kijken. Dit was dus een review van de G602 draadloze muis. Laat even weten of jij hem gebruikt, of jij persoonlijk draadloos of met draadmuizen prettiger vindt. En dan zie ik jullie volgende keer weer bij een review. Like even deze video als je het tof vond. Abonneer ook even op DDG en al Game Reviews. Noem maar op en tot de volgende keer.